Het TCS verdient inderdaad onze lof en dank voor alle arbeid die tot op deze dag is verricht en vaak ook tot steun dient op andere terreinen van de medische zorg. Ik ben daarom zeer verheugd om enkele harde werkers uit uw voordrachten te decoreren in het kader van het 25ste lustrumjaar van het PCS op 1 oktober 2020. Of zo u wilt, de 125ste jaardag van het Psychiatrisch Centrum Suriname. Met de ereonderscheidingen en ereorden aan uw medewerkers wordt tot uiting gebracht hun bijzondere ijver en trouw aan de dag gelegd bij het vervullen van hun plichten op diverse niveaus binnen de inrichting, maar ook daarbuiten belangeloos en steeds toegewijd. In één regel kan worden gezegd dat zij zich gedurende vele jaren op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt jegens land en volk. En daarvoor heb ik als grootmeester van de ereorden van de Republiek Suriname hen de stoffelijke waardering van onze republiek met veel genoegen toegekend. 125 jaar PCS, in het kader daarvan zijn een aantal personen voorgedragen voor decoratie. Het had vorig jaar eigenlijk moeten geschieden, maar met het COVID-tijdperk toen ook. Nu eigenlijk ook, maar nu is het misschien iets minder, dus we konden dat na een jaar wel even inhalen. Maar het is een bijzondere dag voor ons, zeker in een geweldig stukje erkenning. Hoe blikt u terug, 125 jaar PCS? Nou, ik was er niet bij 125 jaar geleden hoor, maar het psychiatrisch centrum heeft natuurlijk een behoorlijke evolutie meegemaakt, laat maar dat even zo zeggen. En we werken er nog steeds aan om de dienstverlening naar de gemeenschap zo goed mogelijk in het tijdperk waarin we nu leven te kunnen presenteren. Wat zijn de nieuwe dingen die nu ingevoerd worden om de dienstverlening te verbeteren? Kijk, wij doen er ook alles aan om die drempel steeds meer te verlagen om de weg naar het PCS te vinden als je hulp daarvoor nodig hebt. Mental health is bijzonder, moet je absoluut niet onderschatten. En vroeger, als men daar gesignaleerd werd, werd je al bestempeld als gek. En als ik nu dus kijk bij de polyklinieken en dergelijke, wie allemaal daar binnenkomt en dat ze gewoon daar binnenkomen omdat ze die mental health ondersteuning nodig hebben, dan blikken we er trots op dat we alles aan gedaan hebben om de drempel zo laag mogelijk te houden voor al diegenen die mental health coaching of mental health hulp daar nodig heeft. Ik ben vanaf 1984 aan het PCS verbonden. Eerst als arts in opleiding tot psychiater en daarna als psychiater. Ik heb op alle afdelingen gewerkt, poli gedraaid en ja, ik hou van mijn werk. Het is mijn passie, u merkt het. Elk mens is bijzonder en geen enkel persoon komt naar het PCS zonder dat ze een probleem hebben. Als mensen bij me komen, beginnen ze te huilen, zeggen ze, dokter, ik ben niet gek. Ik zeg, nee, u bent niet gek, maar u moet juist trots zijn op het feit dat u hulp komt zoeken, zodat het niet zo erg wordt dat u echt gek kunt worden. Ik voel me heel trots. Ik ben echt blij. Ik ben tot nu toe 52 jaar in een psychiatrisch centrum. Ik ben gepensioneerde, overpleegkundige geweest. Ik heb 47,5 jaar gediend. En daarna ben ik steeds vakbondsvoorzitter in de inrichting.